Yes, goedemorgen dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe video van mij. Vandaag ga ik jullie meenemen in een werkdagje met mij. Dus heel veel plezier met kijken. Ik ga super veel waarde geven in deze video. En jullie gaan een beetje kijken achter de schermen hoe wij nou eigenlijk werken vandaag. Nou, ik begin mijn ochtend altijd even lekker met sporten. Dan ben ik gelijk fris en dan kan ik gelijk knallen. Nou, het eerste wat ik dan doe. Mijn laptop tevoorschijn halen. Ik heb natuurlijk vanochtend al gelezen, gemediteerd. Mijn doelen opgelezen, mijn affirmaties opgelezen. Eigenlijk alles heb ik al gedaan. Dus vanochtend heb ik alles al gedaan. Nou, dan leg ik al mijn spulletjes klaar. Zodat ik gefocust kan werken. Mijn shaky voor het trainen natuurlijk. Raampje open, dan kan je gewoon goed en gefocust werken. Zo raak je niet in slaap of wat dan ook. Nou, ik bekijk even de doelen van vandaag. Die staan allemaal hierop. Oké. Ja, we willen gewoon een van de doelen die we op het bord hebben geschreven is 50.000 euro op één dag. Nou, we zijn super hard bezig om dat te halen ook. Dus ik ga nu even alles organiseren zodat het team lekker aan de slag kan. En dan gaan we vandaag lekker hard werken. Nou, waarom is het nou zo belangrijk dat je een soort routine erin gaat bouwen? Je lichaam raakt eraan gewend. Bijvoorbeeld, ik sta 5 uur nu op. Mijn lichaam is daar helemaal aan gewend. En dan ga je ook gewoon harder kunnen knallen. Je bent meer gefocust. Je weet wat je te doen staat. En natuurlijk doe ik ook wel eens op een zondag dat ik bijvoorbeeld om 7 uur opsta. Maar als je gewoon telkens die routine erin houdt. Niet dat je de ene keer om 11 uur naar bed gaat en om 8 uur 's ochtends wakker wordt. En de andere keer ga je 1 uur 's nachts naar bed, word je 12 uur wakker. Je lichaam kan dat niet aan. Je lichaam moet ergens aan wennen. Je moet een routine hebben. En dan ga je ook echt resultaten kunnen behalen. Dan weet je, zo en zo laat ga ik dit doen. Zo en zo laat ga ik dat doen. En dan je lichaam is daarop getraind. Dat is een stukje training die je zo moet aanleren. En heel veel mensen kijken daar anders tegenaan. Maar ik ben van mening dat dat echt de reden is dat je succes gaat halen. Dus bouw een routine erin. Zorg dat je weet wat je gaat doen. En dan ga je 100% resultaten halen. 100.000%. Nou, wat ik zo meteen ga doen is mijn accountability maatje Florian even bellen. En dan gaan we even onze doelen bespreken of we alles hebben gehaald. En dan kunnen we elkaar zeg maar een beetje pushen van hey, we moeten doorvlammen. Of hey, we moeten dit halen vandaag. En misschien elkaar nog helpen. Dus dat ga ik nu even doen. Goedemorgen Pete. Hey, waar ben je? Ik ben op kantoor, maat. Nou, ik wil net zeggen, niet in je bed hè. Hé hey maat, je bent live op YouTube nu, dus dan weet je dat. Ik ben even vandaag een video aan het maken over hoe ik mijn dag zeg maar inplan. Dus nice. je bent even in man, je bent even in. Oh nice, man, eerste keer dan. Yes. Ja bro. Heb je al je doelen behaald? Ja man, gisteren al mijn doelen behaald. Echt een lekker dak gehad. Jongens aan het werk gezet, echt bijna alles geautomatiseerd. En eigenlijk gewoon voor 12 uur was ik eigenlijk al klaar, maar ik heb een beetje cursus gedaan. En een beetje klein dingels nog, maar zeker man, gisteren een hele mooie dag gehad man. Oké, wat heb je omgezet? 23k man, gisteren. Lekker maar. Dat is 3, dus dat is wel een goede wit. Kijk, dat willen we horen hè. Dan zeg ik, doe de groetjes aan de jongens. Ja, zal ik doen. Rond ze vandaag. Doe je best en we gaan samen naar de top. Sowieso. Wat? Later pik. Ja. Yo. Yes, dat was het gesprek tussen mij en Florian. Dat is altijd 5 à 10 minuutjes. Dan gaan we eventjes een beetje sparren, noem ik het eigenlijk. Van oké, wat heb je gisteren gedaan? Wat kan beter? Heb je doelen behaald? Dat soort dingen. Super belangrijk. Ik raad zeker aan om iemand daarin te vinden ook die jou een beetje accountable houdt. En dan ga je 100% naar de top. Nou, wat hebben we net gedaan? We hebben taken verdeeld. En dat is ook wat je op een gegeven moment moet doen. Aan het begin van je business zou je heel veel zelf doen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Op een gegeven moment dan ga je gewoon taken verdelen. Het is heel lastig. Want ik vind het ook lastig om dingen uit handen te geven. En ik denk dat wel meer ondernemers dat hebben. Maar het is wel belangrijk. Je moet gewoon vertrouwen op je mensen hebben. En dat je gewoon zelf structuur erin gaat bouwen. Zodat je gewoon samen naar de top kan gaan. En dat is uiteindelijk ook belangrijk. En de mannen zijn ook weer lekker bezig. Dit zijn de 2 rammers. Die altijd vergroot gaan. Samen met mij. En dat is ook waar we nu mee bezig zijn met z'n drieën. We willen gewoon zoveel mogelijk mensen helpen. En dadelijk, kijk, vorig jaar hebben we niet echt kunnen genieten van de zomer. Maar we hebben ook tegen elkaar gezegd van, hey mannen,
We gaan nu gewoon zoveel mogelijk uitbesteden, zo groot mogelijk team maken. En nogmaals, aan het begin is dat lastig. Dat hebben wij alle drie gemerkt en meerdere mensen hebben dat gemerkt. Dan is het gewoon lastig. Maar dadelijk heb je gewoon heel veel uitbesteden. Dat hebben we eigenlijk nu al. Maar we willen nog verder, zodat we dadelijk in de zomer gewoon lekker misschien wel een bootje kopen en lekker op de plas kunnen gaan varen. Ondertussen een beetje business in de gaten te houden. En dan eigenlijk vanaf boven naar je business kijken in plaats van dat je in je business zit. En dan ga je ook groeien. Dat merk ik nu ook bij mezelf. Ik zit niet meer echt in de business. Natuurlijk zit je wel altijd een beetje in de business en ben je wel gefocust. Maar op een gegeven moment moet je gewoon een soort... Het is zeg maar voetbal, zo moet je het zien. En dan moet je vanaf de bovenkant van het stadion moet je eigenlijk kijken hoe het allemaal verloopt. En dan ga je de juiste mensen op de juiste plek zetten en dan kan je samen groeien. En dan is iedereen gelukkig en dan kan je ook leuke dingen met elkaar gaan bereiken. En dat is ook, het is geven en nemen. Dus stel je maakt gewoon een goede maand, verdeelt het lekker met elkaar. Je kan beter met z'n allen genieten dan in je eentje. En dat is ook hoe ik erin sta. Dat weten die mannen ook, iedereen weet het eigenlijk. Gewoon samen lekker genieten. En dan keihard werken dat wel. Maar uiteindelijk ga je er ook van genieten. Dus dat wou ik even met jullie meegeven. Dat zijn we nu lekker aan het doen. Terwijl het zonnetje lekker schijnt, pakken we soms even een zonnestraaltje mee. Maar doe dat. Aan het begin moet je zelf knallen en daarna kan je dingen uitbesteden. Je moet natuurlijk ook gegroeid worden. We zitten natuurlijk midden in het gouden boogtraject. En er komt wel een beetje somber bij natuurlijk. Zo. Rijst, kip. Peentjes, topertjes. Dan ga je hard, hè? Dan ga je hard. Quote 500 erbij. Ook een beetje motivatie hebben. Nog harder te vlammen. Nou, zoals je ook ziet, 2 miljoen huis, headquarters van Dropship Mastermind. Graag deze deur gesloten houden, enkel voor rammers. Dan heb je hier een beetje het kantoor nog. Dit is eigenlijk onze relaxed ruimte. Hier lezen we een boekje. Hier gaan we even chillen op de bank. Ja, zo ziet het eigenlijk uit. Waar gaan we dan? Dag mannen. Dag. We gaan even lekker op pad, hè. Hoort er ook allemaal bij. Zo, het is warm, man. Op het dak lekker. Nou, weer een sil. Ja, zo gaat het een beetje. Ik wil de vraag over dat ik mijn riem nooit omdoe. Nou, dat doe ik wel even om dan, hè, voor jullie. Goede voorbeeld geven, mensen. Wat gaan we even lekker doen? Ik ga even lekker naar de Oosterhof. Het zijn hete dagen. Ik kan niet wachten tot ik dadelijk gewoon alles heb staan. Alles gewoon goed gaat. Dat ik inderdaad gewoon lekker kan genieten van het mooie weer. Dat is ook echt sowieso mijn doel. Ja, dit is eigenlijk een beetje hoe mijn dagen eruit zien. Het is nu 3:15. Ga ik eventjes wat dingen halen. Dan ga ik gewoon even lekker thuis, ga ik wat dingetjes opruimen. Ga ik eventjes mijn boekhouden en alles doen. En check ik even alles nog klopt. En dan zit er alweer een mooie dag op. Dit is trouwens echt mijn favoriete zonnebril. Het zit zo lekker. Maar wie Dita heeft uitgevonden, handgemaakt natuurlijk. Ja, het zijn echt goede zonnebrillen. Dus als je nog een goede zonnebril zoekt, ik heb van de week ook de vraag erover. Dan moet je echt Dita kopen, want dat is echt toppie. Yes. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je een bepaalde visie voor jezelf hebt. En dat je ook weet waar je naartoe gaat uiteindelijk. Dat is echt lekker. Dat is mientje.
echt top. Maar diegene die Dita heeft gemaakt, die is echt, echt een toppetje. Nou, zijn we de oost op geweest, nu gaan we lekker naar huis. Het is echt heerlijk weer, zeg. Ja, maar zo ziet eigenlijk onze, tenminste mijn en onze headquarters er sowieso uit. En wat we eigenlijk doen, en dan kies ik er ook nog wel eens voor om 's avonds ook door te gaan werken. Nou, dat is niet altijd. Maar ja, soms doen we dat wel. En dat is gewoon omdat we dan bepaalde doelen hebben, bepaalde focus. En dan willen we dat gewoon afpinken. En ja, dat is best wel sowieso leuk. Omdat je doet werk, doe ook gewoon werk wat je leuk vindt. Wij doen dat nu. En dat is ook wel belangrijk, denk ik. Als je werk doet die je eigenlijk niet leuk vindt, ja, dan ja, moet je je voorstellen dat je dit heel je leven moet gaan doen. Zou ik in ieder geval niet voor kiezen. En ik heb nu die plek gevonden en dat vind ik helemaal fantastisch. En daar blijven we ook zeker. Stel voor de belangrijkste, eigenlijk de belangrijkste tip uit deze hele video is: stel voor jezelf concrete planning in. Dus doelen stellen. Bijvoorbeeld je dagen inplannen is ook super belangrijk. Als je je dagen niet inplant, dus bijvoorbeeld nu heb ik heel mijn dag al ingepland, dus ik weet wat ik ga doen. Dan weet je niet wat je moet uitvoeren die dag. En dat is best wel, dan doe je eigenlijk maar wat. Dus stel gewoon, doe gewoon je dagen goed instellen. En dan, dat is super belangrijk. Dan weet je precies wat je elke dag gaat doen. En dat werkt ook veel fijner. Het werkt veel fijner om je dagen in te plannen dan niet je dagen in te plannen. Nou, ik ga jullie gewoon nog een waardevolle tip geven. En dat is: waar zie jij jezelf over 1 jaar? Ik heb dat dus ook gedaan. En vorig jaar ben ik natuurlijk, zoals jullie weten, een onderneming gestart. En dat was in maart. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, ik geef mezelf 1 jaar de tijd, dan ben ik financieel vrij. Dus ik hoef niet per se, ik kan werken waar ik wil, dan wil ik eigenlijk mee zeggen. Ik kan mijn eigen business runnen, ik ga het uitbouwen, ik ga vastgoed kopen. En ik heb geen vaste baan meer, dus ik ben echt gewoon zelfstandig. Nou, en het is ook allemaal gelukt. Maar dat komt gewoon echt omdat ik puur, mooie auto trouwens. Het komt omdat ik puur die mindset had, die discipline had en alles al eigenlijk wist, dat het al zo ging verlopen. En dan zie je ook dat het allemaal lukt. En dat is wel het mooie van alles. Een jaar later is het gewoon allemaal gelukt. Wat bizar. En ga dan ook terugkijken. Soms moet je dankbaar zijn, is zo bizar. Ik ben elke avond, elke ochtend ben ik dankbaar. Dan zeg ik dankjewel. Dat ik al mijn doelen behaal. Dat ik zoveel dingen al heb meegemaakt in mijn leven. Dat ik zoveel mooie dingen heb meegemaakt. Ook dankjewel dat ik slechte dingen heb meegemaakt. Want het is ook allemaal gebeurd. En dat heeft me ook gemaakt tot de persoon wie ik nu ben. Wees daar dankbaar voor. Ook al zijn het minder leuke dingen. Het maakt niet uit. Als jij gewoon dankbaar ben voor bepaalde, ja, als je gewoon dankbaar bent, dan komt er veel meer moois op je pad. Dat is zo mooi. En ik ben helemaal niet spiritueel, helemaal niet. Ik vind het natuurlijk wel een klein beetje, maar ik vind het wel mooi dat die dingen eruit komen. En jullie mogen best weten, 's ochtends zeg ik al mijn doelen, 's avonds, ik lees een gedicht elke avond, altijd. En als je dat ook doet, ik ben mezelf aan het trainen. Ik heb ook een video gemaakt dat je jezelf moet trainen. Nou, dat doe ik ook echt. Ik train mezelf in dat soort dingen. Dus dat ik echt gewoon, ik zie mezelf daar al. Dus ik zie al dat ik over 2 jaar een penthouse ga kopen in Rotterdam. Dat weet ik al. Ik weet al dat ik over 2 jaar in 2022
een penthouse gaan kopen in Rotterdam, aan de Maas, dat weet ik al. Deze mind hou ik 2 jaar vast. En waar zit ik over 2 jaar? In een penthouse in Rotterdam. Dan gaan jullie deze video terugkijken. Dan denk je, ja, hey, dat is lekker. Maar dat kunnen jullie ook. Dat kunnen jullie ook allemaal. En daarvoor maak ik deze video's. Daarom maak ik cursussen. Daarom ga ik een boek schrijven. Daarom ga ik podcasten maken. Daarom inspireer ik mensen op mijn Instagram kanaal. Daarom inspireer ik mensen terwijl ik met hun live ben aan het praten. Dus als ik bijvoorbeeld vrienden komen naar me toe, dan ga ik met hun praten bijvoorbeeld over bepaalde dingen. Daarom doe ik dat allemaal. Omdat jullie het ook allemaal kunnen. Jullie kunnen het ook allemaal. Wat ik doe, kan jij ook. 100%. 1000%. Alleen je moet jezelf trainen. En ik heb die code nu. Die code krijg jij ook van mij. 100%. Dit was mijn eerste jaar dat ik nu bezig ben met dit soort dingen. Nou, dit jaar wordt al viraal. Het wordt echt goud. Echt waar. Goud. 100% goud. Volgend jaar wordt het nog erger. Elk jaar ga ik mezelf upgraden. En ik denk in de lange termijn. Hè? Dus over een paar jaar maak ik nog meer waarde voor jullie. En ik weet ook, ik blijf mezelf trainen. Ik wil alleen maar met mensen omgaan. Waardoor ik me beter kan ontwikkelen. Of het nou goed of slecht is, dat maakt allemaal niet uit. Maar ik blijf mezelf dagelijks ontwikkelen. Dat is zo belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling is zo belangrijk. Echt waar, geloof me nou maar. Hè. Nou, dit was eigenlijk in het kort mijn dag. Ik ga zo lekker naar huis toe. Ga nog even genieten van het weertje. Ga nog even ontspannen. En dan zit het erop voor vandaag. En dan hoop ik jullie sowieso weer terug te zien in de volgende video. Geef het even een like. Abonneer op mijn kanaal. Dat vind ik super tof als je dat doet. Plaats een mooie reactie. Daar hou ik ook van. Ik lees alle reacties. Vind ik super tof om op te reageren. En ik zal er ook zeker op reageren. En dan zie ik jullie echt sowieso terug in de volgende video. Ciao.